In dit filmpje bespreken we de verschillende vormen van transport van warmte en we beginnen bij geleiding. Dit stelt een vaste stof voor en hoe roder het eh, balletje wat een deeltje voorstelt, hoe hoger de temperatuur daar. Dus we spelen even af, wat gebeurt er? Een deeltje wordt verwarmd en gaat daardoor steeds sneller trillen en botst tegen zijn buur en geeft zo op die manier de warmte steeds verder door. Je, kunt dit, je hebt dat sowieso er al ervaren, als je een soeplepel in, de, in een kokende pot liet staan, dan kon je op binnen de kortste keren de steel niet meer vastnemen. Dat is dit proces hier, dus geleiding. Maar ik hoop dat die deeltjes dicht bij elkaar moeten zitten dus dat dit eigenlijk vooral bij een vaste stof van toepassing is. Hier een voorbeeldje van een gas, waarbij dat dit dus zeer moeilijk zal werken, en je zult zo dadelijk zien waarom. Dit vlammetje is de hittebron en als je als een molecule er tegen botst, dan vliegt die pijl snel weg, maar hij heeft niks om zijn warmte mee te delen, geen naaste buur, dus hij botst een paar keer en geeft daarbij telkens een beetje warmte af, en zo is het dus duidelijk dat geleiding helemaal bij gassen niet goed gaat werken. Dus een gas is eigenlijk een slechte geleider, een vaste stof is een goede geleider. Afhankelijk van de stof, hout bijvoorbeeld, zal minder goed geleiden dan metaal. Goed. Je hebt de dus trillende deeltjes. Er is geen enkele verplaatsing van materie. Dit deeltje blijft op zijn plaats. Oké, okay, hij verplaatst, hij trilt wel een beetje, maar hij gaat niet opeens aan deze kant gaan staan. En het geldt dus vooral bij vaste stoffen. In het volgende voorbeeldje hebben we stroming. Hoe werkt stroming of convectie? Je hebt verschillende deeltjes die samen bewegen en zo de warmte uh, verspreiden. Hier wordt onderaan een bepaald deel van de vloeistof verwarmd en uh, vloeistof die verwarmd wordt, die stijgt altijd. Dat is wat die rode pijltjes hier illustreren. Daardoor komt er ruimte vrij voor wat de blauwe pijltjes illustreren voor extra water dat opnieuw kan verhit worden. En zo krijg je een soort van draaiende beweging aan weerszijden van de pot. Oké. Okay. Dus convectie. Hier zijn er duidelijk veel bewegende deeltjes. Ja, het zijn stromen, vandaar ook het woord stroming, of dus convectie. Je mag kiezen welke term je gebruikt. Er is absoluut transport van materie, wat daar net niet het geval was. De deeltjes bij geleiding bleven trillen ter plaatse, hier bewegen ze duidelijk doorheen heel de pot, en dit geldt dus vooral voor vloeistoffen en gassen. Okay. Laatste vorm is straling, en straling die hebben we ook al gezien in het, in het thema 4. Een straling is energie dat wordt voortgezet onder de vorm van golven. Hier, dat is iets heel vreemd, oei, excuseer. Hier is heel, iets heel vreemd aan de hand, namelijk: er is geen enkel contact tussen dit deeltje en dat deeltje. Er is gewoon straling in die richting. Er is geen enkele botsing, er is geen enkele verplaatsing, maar toch zal de energie op deze manier worden overgedragen. Dus dit is de meest mysterieuze vorm van transport van warmte. Er is geen enkel contact. En er is geen enkele materie hier tussenin. Dit is wat bijvoorbeeld de zon doet als ze ons moet raken. Ze zal via straling ons bereiken, maar de ruimte tussen de zon en de aarde is luchtledig. Er is geen enkel molecule ertussen en toch kan die warmte ons bereiken. Goed. Met deze drie voorbeelden kun je nu de rest van je cursus aanvullen.